shout. Ik werkte voor die man mijn vingers krom. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hield die man mij aan de praat, maar ik werk nu buiten de belasting om. U denkt misschien, hoe kan dat nou? Nou, dat vertel ik u dan gauw, waarom ik bij die man ben weggegaan. Ik werk oh zo graag alleen en daarom ging ik toen maar heen. En luistert u eens even naar mijn naam. De naam is Beun. Beun, Beun de Beunaas. Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Beun. Beun, Beun de Beunaas. Nee, dat doe ik echt niet meer. Ook al noemen ze mij dan een dwaas. De buurvrouw van de overkant, die zei, zegt Beun, mijn kraan die werkt niet mee. Ik ben daar vroeg op uitgegaan, had ik dat nou maar niet gedaan. Want mijn hele lijf, dat doet nou zo zeer. Zij had namelijk geen geld en daarom had ze mij besteld. Ze dacht, die Beun die doet dat wel voor niets. In natura werd ik betaald nadat ik in huis was gehaald. En zodoende had ik toch nog iets. De naam is Beun. Beun, Beun de Beunaas. Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Beun. Dat doe ik echt niet meer, ook al noemen ze mij dan een dwaas. Laatst belde mij een oude vrouw die vroeg of ik haar schoorsteen vegen wou. Ik zei, mevrouw, het spijt me zeer, zo'n oud gebouw veeg ik niet meer. Wat ging dat mens toen tegen mij tekeer? Dus mensen, luister naar mijn raad, ik hoop dat u daarvoor open staat. En wat ik zeg, je humeur niet bederf. Want wie niet steelt of wie niet erft, je haren blond of zwart geverfd, die is verplicht te werken tot hij sterft. De naam is Beun. Beun, Beun de Beunaas. Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Beun. Beun, Beun de Beunaas. Nee, dat doe ik echt niet meer. Ook al noemen ze mij dan een dwaas.